Burgemeester Reewinkel krijgt de rode kaart van FC Groningen-directeur Hans Nijland. Goedenavond. Het belangrijkste nieuws uit stad en ommeland van woensdag 15 mei. Dit is Noord Vandaag. FC Groningen stapt uit het overleg met gemeente, politie en justitie over de veiligheid rond wedstrijden. Aanleiding is het verbod op de vrije verkoop van kaarten voor de play-off-wedstrijd morgenavond tegen FC Twente. Directeur Hans Nijland is daar woedend over. Hij zegt dat Reewinkel niet naar zijn argumenten wil luisteren. Volgens hem heeft het geen enkele zin meer om nog deel te nemen aan het overleg. En ik kan je ook zeggen, ook voor onze mensen binnen de organisatie die zich bezighouden met veiligheid, zijn eigenlijk ook volstrekt niet meer gemotiveerd om in allerlei overlegstructuren met politie en de gemeente aan tafel te schuiven. Dus het is stevig gebrouilleerd. Ja, dit is toch bizar, dit is toch te gek voor woorden dat dit op deze manier zo moet. Burgemeester Reewinkel vindt het jammer dat FC Groningen niet meer wil overleggen over veiligheidszaken. Volgens Reewinkel is de club op tijd geïnformeerd dat er geen toestemming zou komen voor vrije kaartverkoop. Er heeft zich volgens de provincie nog geen enkele gemeente gemeld voor een vervolggesprek over de gemeentelijke herindeling. Eerder was afgesproken dat alle gemeenten zich in april en mei bij de provincie zouden melden voor zo'n gesprek, zodat nog voor de zomer een gezamenlijke visie kon worden gepresenteerd. Gedeputeerde Piet de Vijmesdag nodigt de gemeente nu zelf uit voor een vervolggesprek. Omwonenden van de Zuidelijke Ringweg in Groningen hebben vanmiddag in de binnenstad actie gevoerd tegen de plannen om de ringweg aan te pakken. Ze vrezen een enorme toename van het verkeer in de wijken Helpman en De Weijert als de werkzaamheden klaar zijn. De actievoerders fietsten in optocht naar het stadhuis. De Fortunaflat in de Groninger wijk Vinkhuizen wordt morgenochtend weer in de stijgers gezet. Woningcorporatie Nijestee doet dat op verzoek van de Vereniging van Eigenaren. Sinds de Fortunaflat in gebruik is genomen, zijn al 6 glasplaten naar beneden gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen hoe dat precies komt en wat er gedaan kan worden. De resultaten van het onderzoek zijn over 2 weken bekend. De kans dat sportclub Veendam volgend jaar in de hoofdklasse verder mag, is weer een stukje groter geworden. De KNVB heeft het plan van aanpak namelijk goedgekeurd. De voetbalbond stelt wel als voorwaarde dat eind deze maand duidelijk moet zijn of de doorstart financieel en organisatorisch haalbaar is. Het wordt een hele klus, maar een klus die het nieuwe bestuur met op zich wel optimisme tegemoet ziet. Dat nieuwe bestuur realiseert zich dat het niet niks is. Dus ze zullen hard aan het werk moeten. Ja. Straks, bezoekers van vliegveld Eelde werden vandaag gecontroleerd op wapens en munitie. Ook de allerkleinste. En hoe word je een succesvol ondernemer in Duitsland? Het woord crisis kennen heel niet. Volgens de kranen van Vermeuns kregen we aankomst Zotteracht te maken met een wotteboom. Nou, dit moet er nogal wat rekening om beneden komen. Of valt het misschien toch allemaal een beetje touw? Zolang Peter Reewinkel burgemeester van Groningen is, zal Hans Nijland niet meer overleggen met de gemeente, politie en justitie over de veiligheid rond wedstrijden van FC Groningen. Nijland voelt zich niet langer serieus genomen. Aanleiding is het verbod op de vrije verkoop van kaarten voor de play-off-wedstrijd morgenavond tegen FC Twente. Sportverslaggever Frederik Stokker. Frederik, was er nou precies aan de hand? Nou ja, door de maatregel van de burgemeester is voor FC Groningen eigenlijk veel lastiger om dat stadion morgen echt goed te vullen tegen FC Twente. Als je seizoenkaarthouder bent of clubkaarthouder of je woont in de 3 noordelijke provincies en je gaat met legitimatiebewijs naar het stadion toe, dan kun je maximaal 2 kaarten krijgen voor die wedstrijd. Nou, dat is natuurlijk allemaal buitengewoon lastig ook voor de club en voor de supporters. Daar zijn ze bij Groningen buitengewoon ontevreden over. Het is ook allemaal niet nodig. En normaal gesproken, eens in zoveel tijd, schuift Groningen ook aan bij het overleg met de lokale driehoek rondom de veiligheid van de wedstrijden van FC Groningen. Dan kan Groningen ook het advies geven. Nou, dat is in dit geval helemaal niet gebeurd. Groningen heeft gezegd van ja, de gemeente luistert alleen maar naar het advies van de provincie en wederom niet naar het advies van FC Groningen. Nou, en Nijland die is eigenlijk ook ontploft toen hij hoorde van het feit dat deze wedstrijd tegen FC Twente, dat er geen sprake kon zijn van vrij verkoop. Dit is toch bizar, dit is toch te gek voor woorden dat dit op deze manier zo moet. Het was een advies van de politie. Waarom de politie dit heeft geadviseerd,
is ons ook volstrekt een raadsel. Maar goed, er is niet naar ons geluisterd, alleen maar geluisterd naar het advies van de politie. Ook de feiten kent onze burgemeester niet goed, want die meldde mij vanmorgen in het telefoongesprek dat in geval er sprake is van een verplichte buscombi, en dat is het overigens morgen, dus voor de Twente supporters geldt dat, dat daar ook aan gekoppeld wordt een restrictie bij kaartverkoop. Nou ja, dat is niet waar, maar als je als club, of als, ook als directie en als club, door de burgemeester volstrekt niet serieus wordt genomen. Ja, dan moet je dat niet doen. Als je een beetje eigenwaarde hebt, dan, ja, dan schuif je niet met mensen aan tafel die jou niet serieus nemen, lijkt mij. Volgens Nijland is Reewinkel dus niet op de hoogte van de feiten. Ja, wat Reewinkel doet volgens FC Groningen is, als er sprake is van verplichte buscombi voor de supporters van de uitspelende partij, FC Twente in dit geval, ja, dat er automatisch sprake is van het feit dat er geen vrije verkoop is. Groningen zegt van ja, daar is geen sprake van. Er zijn meerdere wedstrijden geweest waarbij de verplichte buscombi was voor de uitsupporters, maar juist wel vrije verkoop voor de toegangskaarten. Waaronder bijvoorbeeld een wedstrijd dit seizoen tegen FC Twente. Ja, wat is de reactie van Reewinkel hierop? Reewinkel wilde naar ons toe niet reageren, omdat de RTV Noord eigenlijk altijd lastiger vindt. Nu is er vanmiddag wel een vergadering geweest. Er zijn door de verschillende raadsfracties vragen gesteld. En Reewinkel heeft daar ook op geantwoord. En heeft gezegd van ja, FC Groningen, FC Twente is altijd een risicowedstrijd. Dat klopt. Dat is het ook al jaren. Ja. Daarbij komt, zegt hij van, ja, het is donderdagavond. Vaste stapavond in Groningen natuurlijk. Er is de meikermis, er is koopavond. Er is allemaal politieinzet voor nodig. Heeft hij toch een punt? Ja, op zich is dat allemaal best wel goed te volgen. Aan de andere kant, als je de wedstrijden ziet van FC Groningen sinds ze naar de Euroborg zijn geweest, zijn nooit relletjes geweest. Dus hoeveel politieinzet heb je dan nodig voor die wedstrijden tegen FC Twente? Misschien valt dat allemaal wel mee. Ja. Nou, daarnaast heeft Reewinkel het volgende nog gezegd vanmiddag. Dat heb ik even op een kaart gezet. Het is niet zo dat FC Groningen dit niet had kunnen weten. De club is op 7 mei al op de hoogte gebracht. Er is contact geweest met de KNVB en vanuit de politie. Nou, dus dat is natuurlijk de hamvraag. Is dat zo? Ja. Ja. Groningen is daarover geïnformeerd. Er is ook gezegd op 7 mei van er is sprake van verplichte buscombi. Ja. Alleen er is niet gezegd dat de voorwaarden veranderen. Dus dat er ook geen vrije verkoop zou zijn. Tot slot, nu verder. Nou ja, Nijland heeft gezegd van zolang Reewinkel burgemeester is van Groningen, schuift Nijland in ieder geval niet aan bij het overleg met de lokale driehoek. Nee. Maar dat kan maximaal kan dat 2 jaar duren. Aan de andere kant, ja, we hebben het wel over veiligheid rondom die wedstrijden. Misschien moeten ze die strijdbel toch ook maar enigszins proberen te begraven. Dankjewel, Frederik Stokker. Hoe dan ook, morgenavond wordt er dus gevoetbald. En later in deze uitzending meer over die voorbeschouwing op FC Groningen tegen FC Twente. De marechaussee heeft vanmiddag een grote controle op Groningen Airport Eelde gehouden. De actie was gericht op wapens en munitie. Eerder waren er vergelijkbare controles op de regionale luchthavens in Eindhoven en Rotterdam. Voor reizigers en bezoekers was er geen ontkomen aan. Morgen mevrouw, we zijn bezig met een algehele fouilleringsactie op zoek naar wapens, eventuele wapens die de mensen eventueel bij zich kunnen hebben. Heb je bezwaar tegen dat u gefouilleerd wordt? Er is helemaal niks gebeurd, mevrouw. Het is gewoon puur preventief. Het is zo, iedereen wordt gewoon gecontroleerd. Het is niet zo dat we u gaan bekijken, maar gewoon alle mensen wat hier naartoe komen, wordt allemaal stuk voor stuk worden gecontroleerd. Even bekijken, de auto. De collega gaat deze fouilleren. Je hebt geen wapens in de auto liggen of andere dingen? Daar ga ik niet vanuit tenminste. Ik weet niet wat de baas er allemaal in stopt. Maar... Nou, u hebt er niks in gestopt in ieder geval. Nou oké, mijn collega die kijkt nog eventjes dan. 99, Victor, Juliet, Kilo, Lima. Voor een Ford Transit, over. Iedereen gaat van de weg af, want anders dan, we kunnen op dit moment geen onderscheid maken. En we willen gewoon iedereen even onderwerpen aan deze controle. Nou, ik heb daar geen probleem mee, gewoon voor de veiligheid van de mensen. Hè. Dus ik vind het wel goed. Uw hele auto is binnenste buiten gekeerd, hè? Ja, ze hebben alle vakjes, alles bekeken. En, ja. Het is alleen maar voor de mensen, voor hun eigen veiligheid. Zo meneer, zelf de beveiliger wordt eruit gepikt. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Waarom ook niet? Iedereen is, kan wat bij zich hebben, dus ja, waarom wij niet? Ze vonden toevallig wel een mesje, een hobbymesje, maar ja, daar doe ik voor de rest niks mee. Ik mocht doorgaan, dus... Ja, wat verwacht je? Aan de ene kant hoop je natuurlijk geen bijzonderheden aan te treffen. Alleen, ja, we gaan het gewoon zien wat het ons verder opbrengt. Ja, en de oogst van de grote controle is mager. Er is 1 gummiknuppel in beslag genomen. De eigenaar die kreeg een boete.
Omwonenden verzetten zich met hand en tand tegen de uitbreiding van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Ze zijn bang dat straks hun eigen wijk volledig dichtslipt met autoverkeer. Om dat nog eens duidelijk te maken, fietsen ze vanmiddag in optocht naar het stadhuis op de Grote Markt. Verslaggever Eva Hulscher is daar nu op een zonovergoten Grote Markt. Eva, was er vanmiddag een grote opkomst? Nou, een man of 50 denk ik kwam hier aangefietst. Een deel daarvan is naar binnen gegaan, want de gemeenteraad vergaderde daar over de Helperzoomtunnel. En die maakt onderdeel uit van die ringwegplannen. En een deel, dat ziet u, staat hier nog altijd achter mij. Waaronder ook Pieter Sauer, actievoerder. Meneer Sauer, wat wilt u nou van de gemeente? We willen heel graag dat de gemeente eens goed gaat kijken naar de plannen. Wat zijn alle gevolgen van deze plannen? En daarom willen we dat ze nu uitstel nemen in de besluitvorming. Maar ja, die plannen die liggen er niet voor niets, die zijn al lang klaar. Jawel, je kan wel plannen maken, maar soms moet je wel eens in tweede instantie bedenken, zijn de plannen wel zo goed? En er zijn een heleboel bezwaren tegen deze plannen en die bezwaren hebben ze nog niet weggenomen. Een van die bezwaren, dat zei u zojuist in die vergadering van de gemeenteraad, is dat, zegt u, dat er dode schoolkinderen komen door deze plannen. Dat gaat ver, waarom denkt u dat? Er gaan straks 10.000 auto's per dag over de Helperzoom rijden. En er fietsen per dag duizenden kinderen via die Helperzoom naar school. En dat verkeer moet elkaar ook nog kruisen. Dat is levensgevaarlijk. 900 handtekeningen heeft u verzameld. Hebben die zin, denkt u? Ja, als ik deze gemeenteraad hoor, dan word ik heel treurig. Want het lijkt alsof ze een besluit al hebben genomen zonder de stukken echt te lezen. Wat gaat u dan doen? Want dit is een vrij vriendelijk protest, hè, op de fiets. Gaat u de ringweg platleggen bijvoorbeeld? Nou, we zijn het overwegen om dat straat een pad te leggen. Zoals de Groenman Begeestjes en de Helperzoom. En vervolgens zullen we juridische stappen moeten ondernemen. Ja, u gaat naar de rechter als de gemeente hiermee doorgaat? Ja, als de gemeente hiermee doorgaat, zullen wij een proces tegen de gemeente beginnen. Pieter Sauer, dank u wel. Ik heb hem vrijwel elke dag aanstaan. Het is zo, als ik van Beer afkom, dat eerste wat ik doe, dat is televisie aan, RTV Noord erop. Even neerslussen, even kijken wat er in de regio is. En overdag in auto, net ik woord, ik heb altijd de radio op Radio Noord staan. En soms dan kijk ik ook even naar RTV Noord. Hartstikke goed. In onze Duitsland-rubriek Hier of Door praat ik vandaag over ondernemen in Duitsland. Oftewel, hoe begin je een zaak bij de Oosterburen? En natuurlijk heb ik het daarover met Remco in het Hof. Remco, hoe moeilijk is het nou om een zaak in Duitsland te gaan beginnen? Als marktkoopman is het eigenlijk wel vrij eenvoudig. Dan neem je je karrevracht kaas of gebakken vis mee naar Duitsland of je handelswaar. Maar wil je een groothandel of een winkel beginnen, dan is dat toch al heel ingewikkeld. Daarvoor zul je toch echt research moeten gaan doen bij de Kamers van Koophandel of de Industrie- en de Handelskammer. Ja. Die wederzijds aan beide kanten van de grens heel actief zijn en ook ondernemersspreekuren organiseren. Want dat scheelt nogal als je starters leningen kunt krijgen in Duitsland en interessante subsidies waardoor je dus een goede start krijgt en die bestaan. Zijn er nou veel Groningers die een winkel willen openen in Duitsland? Exacte cijfers bestaan er niet. Dat is heel lastig om dat te achterhalen. Maar je kunt wel vaststellen dat er een trend is dat er steeds meer ondernemers, Nederlandse ondernemers, Groningen ondernemers ook met hun neus naar het oosten staan. Ik heb rondgekeken in Meppen, dat ligt over de grens in de buurt bij Emmen. En dat is een beetje een stad die zich aan het ontwikkelen is, waar heel veel investeringsvriendelijk klimaat, lage werkloosheid, de Duitse economie groeit. En daar heb ik een aantal ondernemers gevonden die het goed voor de wind gaat. Ondernemen in Duitsland. Peter en Harma Groenewold uit Stadskanaal doen dat. In de Duitse grensplaats Meppen opende het stel een winkel in woninginrichting. Een sprong in het diepe, maar die pakt voorlopig gunstig uit. Het is allemaal veel relaxter. Het woord crisis kende ik ook niet. De Groninger woninginrichters wilden investeren. Maar in Stadskanaal, waar ze ook nog een winkel hebben, zijn de kansen kleiner. De keuze was gauw gemaakt. En zo'n typische Nederlandse winkel in het degelijke Duitsland slaat aan. De Duitsers denken dat wij Hollanden meer smaak hebben. Dus wij hebben meer gevoel bij kleuren en inrichtingen. Qua vervloeren, wanden en verlichting. Dat mensen dat. Duitsers denken dan, of weten zeker dat wij meer smaak hebben. En dat merken ook de noordelijke ondernemers Joost Kwispel en Manfred Spekke. Zij openen 15 jaar geleden als een van de eerste Noorderlingen in Meppen een winkel in tuinspullen. Inmiddels is hun zaak flink uit de kluiten gewassen en een begrip in de wijde omtrek geworden.
Het karakter van onze oosterbuur kent geen geheimen meer. Vooral het respect onderling is in Duitsland veel groter dan in Nederland. Dat kun je echt aan alles merken. Maar ook de mindere kanten ondervinden ze bijna dagelijks. Een nadeel is dat de Duitsers zijn over het algemeen moeilijker. Dus als er maar een klein krasje ergens op zit, dan is het al een hele grote kras, zeg maar. Dus de mensen zijn veel en veel kritischer. Bij het echtpaar Groenewold in hun woningwinkel zijn de verwachtingen over hun Duitslandavontuur hoog gespannen. De klanten zijn nieuwsgierig en kunnen de Groningse ondernemerslust wel waarderen. Dat gefällt mir sehr gut, ja. Für mich als Kunde kann ich sagen, dass ich mich schon seit meiner Jugendzeit immer gerne in Holland bewegt habe, aufgehalten habe, die Mentalität sehr gerne mag und auch gerade was jetzt Mode, Raumgestaltung, Dekoration immer so etwas anders gefühlt habe, weil ich finde, dass die ein bisschen lockerer sind, ein bisschen mutiger. Anders als wir Deutschen, sage ich mal. Das muss ja nicht schlecht und gut sein, aber einfach anders. Ich sage, das finde ich ganz schön, diese Offenheit auch. Ja, Remco, in welke branche maak je nu de meeste kans om een succesvolle zaak te beginnen? Ik heb geïnformeerd bij de Duits-Nederlandse Handelskamer in Den Haag. Dat is een soort organisatie, een non-profit organisatie, die probeert Nederlandse bedrijven naar Duitsland te krijgen. En die hanteren een lijst. En op die lijst zie je dat er veel ZZP'ers in de bouw worden gevraagd. Vooral ook in de IT-sector, webshops, e-commerce, reclamewereld, daar maak je kans. Machinebouw, dat is van oudsher een belangrijke tak van sport in Duitsland. Medische apparatuur, Nederlandse producenten kunnen daar succesvol mee aan de boeren op in Duitsland. Ja. De energiesector is een booming sector, want de kernenergie in Duitsland is overboord gegooid. En alles wordt daar duurzaam, zon en wind. En ook in de melkveehouderij, omdat ze daar andere quota hanteren voor de melk bijvoorbeeld, maak je dus als boer, maar heb je kans om daar te groeien. En de economie doet het heel goed op dit moment in Duitsland. Ja. Ja, dus als mensen meer willen weten, kunnen ze terecht op onze site rtvnoord.nl/hier of door. Remco Herentoff, dankjewel. De schatkaart van het noorden. Zo heet de nieuwe kaart die meer toeristen moet verleiden om onze provincie te bezoeken. Met de kaart kunnen ze korting krijgen op de entree voor borgen en musea. 23 instellingen doen mee. Mevrouw van Lampingen, is het goed? Hartstikke goed. Hartstikke bedankt. Mooi. Gedeputeerde van Maastricht ontving vanmiddag in het Universiteitsmuseum in Groningen symbolisch de eerste schatkaart van het noorden. En dit is hem dan, een voordeelkaart voor bekende toeristische attracties. Dat zijn bijvoorbeeld de museale borgen, maar dat is bijvoorbeeld het Groningen Museum, het Stripmuseum. En we zijn nu het Universiteitsmuseum, die doen ook mee. Maar ook de Zeehondencrash in Pieterburen en Boertangen. Het zijn in totaal 23 locaties die meedoen. Met de kaart kunnen toeristen korting krijgen en dat moet meer bezoekers opleveren. Bovendien gaan de deelnemende instellingen hun bezoekers naar elkaar verwijzen. Voor de schatkaart wordt in het hele land reclame gemaakt in bushokjes. De introductie van de kaart wordt ondersteund met een landelijke campagne. We zijn gisteren al begonnen met de eerste abris in de rest van Nederland. En we hebben de eerste aanvragen ook al binnen uit heel Nederland. En we hebben zelfs al eentje uit België en uit Finland ontvangen. De schatkaart is een onderdeel van de al jaren lopende campagne Er gaat niets boven Groningen. De kaart is te bestellen via internet of op te halen bij hotels, campings en de VVV. En tot slot keren we terug bij FC Groningen. De voortekenen zijn niet gunstig. Uit de laatste 11 confrontaties met FC Twente wist de FC er geen één te winnen. Morgenavond bij de start van de play-offs om Europees voetbal moet daar verandering in komen. In de eindstand van de Eredivisie stonden beide ploegen maar één plek van elkaar. Twente werd zesde en Groningen zevende. Qua puntenaantal is het verschil veel groter, maar liefst 19 om precies te zijn. Trainer Robert Maaskant ziet mede daarom Twente ook als grote favoriet. Twente was natuurlijk een kampioenskandidaat. Sterker nog, ze hebben bijna, ik denk dat ze het langst op de nummer 1 positie hebben gestaan voor de winterstop. Het is voor hun een enorme teleurstelling dat ze nu in deze play-off zitten om op deze manier nog Europees voetbal te halen. En voor ons is het een feest. Dus wij moeten stunten om Twente uit te kunnen schakelen en dan kijken wie de volgende wordt. Groningen verloor 2 keer dit seizoen van Twente. De eerste competitiewedstrijd met 4-1 en in maart thuis met 0-3. Dat laatste duel was voor beide ploegen de ommekeer. Want Twente begint 2013 dramatisch. 4 nederlagen en 4 gelijke spelen in de eerste 8 wedstrijden. Op 17 maart komt Twente naar de Euroborg. Groningen verliest geflatteerd met 0-3. Mede door een rode kaart voor doelman Marco Bizot. Maar ook voor de FC was dit de ommekeer. Want na Twente haalde Groningen 4 overwinningen op rij.
en dat was de basis voor de 7e plaats in de eindstand. De competitie is afgesloten en rijtjes en feitjes zeggen natuurlijk niet alles. De opdracht voor morgen is simpel. Ja, we moeten gewoon hier thuis gewoon een goed resultaat inzetten en zorgen dat de wedstrijd in Twente er nog toe doet. Ja, want een goed resultaat is geen doelpunt tegenkrijgen? Ja, nou in ieder geval proberen de wedstrijd winnend af te sluiten. En ja, als we het liefst geen doelpunt tegen, dan als we dan uit een goal kunnen maken, dan zijn we al een goed eind op weg. Ja, goed eind op weg. Dat is allemaal morgen op donderdag 16 mei. Het kan een hele mooie dag worden. Tot zover Noord Vandaag. Straks krijgt u nog het weer, gevolgd door Klauk. Ik wens u een fijne avond. Dag.